In Suriname blijft het aantal diabetespersonen met suikerziekte groeien. De nieuwe patiënten zijn ook veel jonger. Dit zegt minister Umar Ramadien van Volksgezondheid in het kader van Werelddiabetesdag, die vandaag wordt herdacht. De bewindsman zegt dat de focus nu gelegd zal worden op preventie en educatie. Voor het komend begrotingsjaar zal meer aandacht besteed worden aan niet overdraagbare aandoeningen, waaronder suikerziekte. Aandacht willen gaan vestigen en investeren in preventie. Preventie vanaf de jonge leeftijd. In dat kader moet ik zeggen, is er een plan om ook het op de lange termijn preventie te doen. Dus al vanaf de jonge leeftijd in het curriculum wat wijzigingen te brengen op de lagere school en meer te focussen op public health vraagstukken. En namelijk ook suikerziekte is een van ze die al naar mijn mening vanaf de lagere school spelenderwijs aangeleerd moet worden. Hoe je gezonde voeding kiest, belangrijk het is om te bewegen, etc. En aan de andere kant moet je ook vanuit de eerste lijn, dus vanuit de huisartsenlijn, de huisartsenzorg, vandaar komen de patiënten het eerste. Aan de andere kant willen we dus ook weer meer aandacht vestigen op preventie vanuit de eerste lijn. En in dat kader moeten huisartsen zeker, ik weet al dat ze worden nageschoold, bijgeschoold, maar we moeten de focus leggen op meer preventie. De bewindsman zegt dat personen met onderliggende ziekten zoals diabetes vatbaar zijn voor de complicaties van COVID-19 of andere virale infecties. Daarom is het belangrijk dat mensen gezond blijven en zich regelmatig laten onderzoeken. Want met elke ziekte erbij, dan maakt het nog niet uit als het diabetes is of hoge bloeddruk of een hartziekte of een nierziekte, ja. Maakt je lichaam, gaat de weerstand van je lichaam verder omlaag. Dus dan betekent het dat mocht je COVID krijgen bij wijze van spreken of een andere virale infectie, dat je ook gevoeliger bent voor de complicaties. Dus het zijn allemaal vervelende zaken, maar ik ken bijvoorbeeld ook mensen die in de familie, iedereen diabetes, maar die personen gewoon heel bewust leven. En dan ontwikkelen ze ook nooit suikerziekte. Ik bedoel, dat hebben we vaker gezien in de praktijk. Dus ik focus vooral op preventie, omdat als het er iemand is, weet wat we moeten doen. Maar voor de mensen die het nog niet hebben, willen we ze graag besparen voor dit lied. Tot zover minister Umar Ramadien van Volksgezondheid. De bewindsman zegt dat voldoende beweging en goede voeding een grote rol spelen bij het voorkomen van diabetes.